J'entends pas souvent parler le flamand. C'est aussi l'opinion de l'historien et politicien flamingan Paul de Rieder. Bonjour, monsieur. Dag, mevrouw. Aangenaam. Maar ik spreek niet goed Vlaams. Nee, u spreekt Nederlands. Ja. We spreken Nederlands en geen Vlaams. Ja, maar u spreekt... Nee, nee. Onze taal is Nederlands, niet Vlaams. Oké. Brussel was op het einde van de 18e eeuw, in 1788, was 95% van de bevolking van Brussel Nederlandstalig. Maar nu, de... nu is dat helemaal anders geworden. Ja. Nu is Brussel vandaag zeer internationaal geworden. Frans is natuurlijk een zeer belangrijke taal. De tweede taal is Arabisch. Ja, zijn sommige mensen die dat inderdaad zeggen. Meer dan 150 verschillende nationaliteiten. En er zijn dus heel wat mensen die zeggen dat de autochtone Franstaligen, de echte Franstaligen in Brussel, een minderheid aan het worden zijn. Onder de minderheden. En dus Brussel is een stad geworden met heel wat minderheden. Mensen van zeer diverse herkomst. Maar ik pleit ervoor dat wij er zouden voor zorgen dat wij op een correcte manier met elkaar zouden omgaan. Oui. Mais si on parle pas la langue, si on se comprend pas littéralement, alors il y a un très 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 grand problème. Il faut donc parler la langue. We moeten dus de taal kunnen spreken om met elkaar te communiceren. Ja. En wij Nederlandstaligen doen dat. Altijd. Ja. We hebben dat altijd gedaan. Het is jammer dat dat door de Franstaligen veel minder gebeurt. Ja, maar het is echt... j'aimerais bien beter Nederlands... U spreekt zeer goed Nederlands. Nee. Maar dat is dikwijls het probleem met Franstaligen. Zij denken dat ze gaan fouten maken en dat wij daarmee gaan lachen. Nee, wij respecteren dat. Zelfs als u een fout maakt, is geen enkel probleem. Ja, maar, u gaat het leren door te spreken. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ja, en parlant, on devient parleur. J'aurais bien voulu apprendre le néerlandais, mais ma mère flamande, vivant à Bruxelles, n'a plus parlé cette langue. Et après la Deuxième Guerre, sa famille flamande francophone s'est coupée de la branche flamingante. In de familie van mijn moeder waren er twee delen. Twee takken, ja. Twee takken. En kan heel Vlaams en Nederlands. En Nederlander wel Frans. Ja. En in de Frans part waren er resistant. Weerstanders. En in de andere collaboratie. Collaboratie. En mijn de l'oncle de ma maman, c'est Frans Daals. Frans Daals. Ja. Ah ja, Frans Daals van de Vlaamse Volksbeweging. Ja, voilà. En ook van IJzerbedevaartcomité. Ja, dat is een heel andere, heel andere richting. Maar zo ziet u maar in families dat er soms zeer uiteindelijk... Dat is ook bij mij zo. Ja. Een deel van mijn familie is verfranst. Ja. Die familie mag hier nu de macht opkomen. Ik ken die mensen niet, hè. Ah, non. Ik ken die niet, hè. Si les cousins néerlandophones de ma mère passaient sur la Grand Place, ben je ne les reconnaîtrais pas non plus. La rupture dans la famille de ma mère entre les résistants francophones et les collaborateurs néerlandophones a sa racine dans la Première Guerre mondiale.